Kijk eens waar we nu zijn uitgekomen, jongens. We zijn met de elektrische step en we zijn hier mooi bij lekker asfalt, bij een skatepark. En ik ben samen met... Daar is hij. Woehoep! Kijk, wat een intro, hè, zo. De XXL elektrische scooter XIX5 was het. Hier, dat is ze. Hele mond vol. Ja, kijk, we hebben hier dus twee steppen. Dit is mijn elektrische step en Enzo, ik heb hem overgehaald. Eigenlijk is dat ook een beetje een gunst terug. Nou, de overhalen was niet zo moeilijk. Nee, dat niet. Want ik dacht, Quinn is zijn step kwijt. Hij zegt, deze wilde ik eigenlijk halen, maar misschien was het voor jou. Toen dacht ik, oké, weet je, ik haal hem. Maken we er een video van voor jouw kanaal. Dus hier zijn we dan, de battle tussen Quinn zijn oude step. En ja, eigenlijk zeg maar de ene die kwijt was, maar weer terug is gekomen, maar toen weg was gegeven en nu weer terug is door een nieuwe te kopen. VS, de step die gewoon XXL, gewoon niet normaal. Overdreven alles. Gewoon bijna gewoon een scooter, jongen. Overdreven, schokbrekers, twee voor, twee aan de rechterkant. Achter, achter hebben we ook eentje. Hij heeft LED-lampjes. Die LED-lampjes zijn heel vet, ik denk dat je die nu niet kan zien heel goed. Want ze staan hij nu... staat nu uit, nu zit hij aan, ja. Maar ja, die zie je natuurlijk, ja, het is licht, maar je kan het wel een klein beetje zien. Maar in het donker is dat heel vet natuurlijk. En een toetertje. Hey. Die is best wel luid en duidelijk. Top. Maar deze step, die gaat als het goed is, zeggen ze, ongeveer 40. Ja. Nu is mijn step, die gaat 30, max, zeggen ze. Ja. Ja. Dus dat is al wel een lastige battle, eigenlijk. Het is nooit helemaal te zeggen hoe hard de step precies gaat, want het heeft echt met van alles en nog wat te maken. Ja. Maar we hebben speciaal vandaag dit circuit afgehuurd. Ik bedoel, het is geen Zandvoort, dames en heren, dat weet ik. Maar het is toch een mooi circuit. Je hebt een heel mooi stuk waar we goed kunnen racen tegen elkaar. Ja, we kunnen mooie stukjes tegen elkaar, maar misschien is het ook leuk om te lappen. Dus dat we gaan kijken op de maxsnelheid van jouw step en mijn step, hoe lang we erover doen over één rondje. En hoeveel verschil daar dan tussen zit. Dat is een goed idee, vind ik ook. Ik ben wel benieuwd naar. Dus eigenlijk gaan we dus gewoon kijken, is het die step, mijn step tegen Enzo's step. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. Enzo komt even achter een nieuw trucje. Kijk dan. Hier gek. Mooi, zo, die was lang. Lekker maat. Dat was pas de tweede keer dat ik het deed. Als je dat oefent, kan je straks gewoon super lang. Ja, maar hij heeft op het begin wel veel vermogen, maar daarna verliest hij vermogen. Ja. Nou ja, mijn step iets minder spectaculaire dingen, maar wel mooie rode accentjes overal. Kijk, mooi remblokje ook hier zo erop. Remschijfje. Ja, je hebt een dichte velg. Dat heb ik niet. Kijk, zie je dat hier? Ja, dat is raar eigenlijk, hè? Je hebt zeg maar een wieldop erop. Ja, waarom doen ze dat? Je weet wat ze zeggen van wieldoppen, hè? Is gewoon, ja, is goedkoper. Ja. Dat is wel gewoon echt zo. Ja. Maar er is ook sowieso een prijsverschil. Hoe duur was die voor jou? Deze was nu 300 nog iets. Ergens in de 300. Maar echt onder de 350 wel. Ik moet zeggen, al... Of nee, laat ik dat bewaren voor het laatst. Oké. Op het laatst ga ik zeggen en mijn mening geven over welke step ik zou kopen als ik jou was. Vooral als er mensen kijken die geïnteresseerd zijn in de step. Ja. En wat nou echt de grote voordelen en nadelen zijn. Goeie. Leuk. Yes. Oké, we gaan beginnen. Oké, we hebben hier dus een hele mooie witte streep. En als het goed is, in de verte daar zit nog zo'n witte streep. Daar vanaf ga ik als eerst beginnen. Gaat Enzo timen. Dan gaan we kijken hoe lang mijn step erover doet. En daarna dus die van Enzo. Dus ik begin. Hij stept ook echt. Niet dat het nodig is, maar... Koop je een elektrische step, ga je zelf steppen. Hé. Hey. 3, 2, 1, ja! Daar gaat hij. Ik denk dat hij bij jou sneller gaat. Ik deed met vals spelen. Echt? Ja. Ging je steppen? Ja, op het begin. En stop. Op het begin ging ik wel steppen. Ja? Ja. Dat is gewoon automatisme. Ja, maar dat komt omdat, zeg maar, ik heb niet die snelle start nu aan. Oh wel? Ah, dan wil ik nog één keer. Ik wist niet dat ik dat aan had. Is goed. Dan doe ik dat nu niet. Oké, met steppen had hij in ieder geval 14,13 seconden. 3, 2, 1, ja! Oké, daar gaat hij. Daar gaat hij. Let's go, let's go. Oh, dit is al wel wat langzamer. Daar komt hij. Ik ben nu echt een stuk slomer, hè? Ja, dit scheelt wel een stukje. Ja, dat scheelde wel. Ja, want met steppen was je 14 seconden en zonder steppen ben je 16.02. Okay. 16.02 dus voor mij. Ja. Dat is nog best prima. Maar had je hem nu in de hardste stand? Ja, ik kan niet sneller dan dit. Oké. Heb jij meerdere standen trouwens, of niet? Wat zeg je? Heb jij meerdere standen? Ja, ik heb comfort en sport. En sport zegt hij dat hij 30 kan, maar ik heb hem nog nooit op 30 gezien. Oké. En in comfort kan die 25.
Okay. Maar dan trekt hij ook echt minder snel op, zeg maar. Is goed. Nou, nu dan pak ik mijn step. En dan gewoon meteen in standje 3 mijn step? Ja? Ja? Ja. Holy shit. Ik doe hem ook in snel. Is dat serieus een wedstrijd, dames en heren? Ja, die voor mij is echt bloedsnel, man. Dus ik denk dat, dat we al een beetje weten wie er gaat winnen. Maar, maakt niet uit. Het is toch wel interessant om te weten hoeveel seconden we opkomen. Daar ben ik echt benieuwd naar, hoor. Ja, dan wordt het verschil echt. En hij trekt ook sneller op. Dus stel, hij komt niet zo snel als die van mij. Want dat kunnen we ook 2 keer doen. We kunnen ook 1 keer standje 2. Want dan kan hij als het goed is ook 30. Ja, klopt. En dan trekt hij alsnog veel sneller op. Oké, okay, ik ga erheen en dan tel me af, ja? Ja, is goed. 3, 2, 1, ja! Oké, daar komt hij. Gaat hij ook nog laag zitten? Heeft hij helemaal nergens last van? Ik ben benieuwd, hoe snel gaat hij dit doen? We houden het stopbordje erbij. Oeh! Welke stand had jij nu dan? Ik had een serieus een 3. 3? Ja. Wow, hier staat 14.56. Dat valt echt wel mee, hè? Ja. Maar weet je wat het is? Op lange termijn ben je wel echt sneller. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als jouw brommer. Jouw brommer is niet zozeer gemaakt voor snel optrekken, maar voor lange afstanden, dat hij dan steeds meer op gang komt. Ja. En dat heeft deze step ook. Nou, dan gaan we dat dus nu goed uittesten met wat jij net zei. Dan beginnen we bij deze streep, een heel rondje, en dan eindigen we weer bij deze streep. Is goed. Enzo, die gaat nu als eerst een heel rondje. Yes. Standje 3. Ja. Oké, dan ga ik weer aftellen. 3, 2, 1, go. Dit valt echt tegen hoe hard hij weggaat. No! Let's go, gast. Met de toeter. Ik ben heel erg benieuwd hoe lang hij erover gaat doen. Net heeft hij dus over dit kleine stukje 15 seconden gedaan. Als ik nu kijk, is hij wel sneller dan net, want hij staat nu weer. Dus dat deed hij wel beter. Maar ik ben benieuwd. Gaat hij? Het is hier ook gezellig. Allemaal mensen aan het spelen hier. Kijk, nieuw. Hij pakt de bochten wel goed. We zitten nu ongeveer op een halve minuut. Hij zit ongeveer op de helft. Maar ik denk dat hij nog... Zo, hij gaat... Oeh, hij moet remmen. Oei, 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 oei. Ja? Je moest remmen. En stop. Zo. Komt bijna een beetje rook vanaf. Het was wel een beetje een mislukte test, want ik was aan het toeteren, maar die kinderen die zijn ergens anders mee bezig. Dus ondanks het toeteren moest ik wel 1 keertje bijna helemaal afremmen en weer gas geven. Ja, maar toch, 47 seconden. Toch? Ging snel, hoor. Hey, dat is op dit moment pole position. Dus we nemen die handicap maar voor lief, maakt niet uit. We gaan kijken wat Quinn's step gaat doen. Ja. Oké, mijn beurt. Yes. Ik ben benieuwd, misschien moet ik ook wel met de handicap. Wie weet. Ik hoop het niet. En ik ging wel gewoon voor de winst. Want ik ging heel erg naar beneden zakken. Ja, ik zag het. Ik ga jouw tactiek overnemen. Ja, ik zou dat wel doen. Ga ik proberen. Heb je minder wind, hè? Maar ben je wel zo wiebelig. Ja, dat wel. Ik ben benieuwd. Klaar voor? Yes. Oké, 3, 2, 1, go. Oké, daar gaat hij. Ja, op zich qua optrekken denk ik serieus dat het net zo hard gaat, hoor. Ja, dat wist ik. Hij wiebelt wel een beetje heen en weer. Dat wiebelen zorgt er wel een beetje voor natuurlijk dat je ook snelheid verliest. Oh, hij gaat wat meer rechtop staan. Ja, ik ging echt proberen die hele bocht langs de witte streep te nemen. Maar misschien als hij hem binnen de witte streep neemt, dat hij nog sneller gaat. Nou, hij is nu op de helft van mijn tijd. En hij is nog niet helemaal. Hij is nu op de helft van het parcours. Dus wordt wel spannend. Maar ik moet zeggen, voor het prijsverschil van iets meer dan €300, is die step van Quinn wel echt sick, hoor. Oké, daar komt hij. De laatste bocht. De laatste meters. Kom aan. Pas rem als je over de streep bent. Nou, ik moet zeggen. Ik had wel een kleine handicap. Kleintje. Ja, serieus? Wel minder erg dan jij. Kleine afwijking. Ja, ik moest even afwijken. Maar ik nou moet zeggen, dit is echt wel een net scoren. Echt? Ja, serieus. Oh. Kijk dan. Zo, 53. Dat valt echt mee, hè? Ik denk dat er uiteindelijk dan zonder die handicap van jou 10 seconden verschil tussen zit. Ja, dat denk ik ook. Wow, ja. Best goeie op zich, hoor. Ja, voor €300. Hoeveel prijsverschil zit er precies in? Ik denk €300 ongeveer. Ja. Nou, voor €300 kan je 10 seconden sneller. Ja. Tenminste, dit rondje dan. Ja, en dan gaat hij misschien sneller. Ja, maar die van jou kan ook iets verder. Die van mij kan 20 à 30 kilometer. Ja, volgens mij is dit een 400 meter baan. Of 500 meter, zoiets. Ja, dus dan... Ja, 400 meter volgens mij. Ja. Nou, dat dus. Stel jij... Jij komt 40 kilometer, 30-40 kilometer, toch? Ja. Met die step. Ja, dat is wel chill op zich, hoor. Dat je wel verder kan.
Ja. Ja. Want wat is de actieradius van die van jou? 20, 30 volgens mij. Ah, die van mij 30, 40. Of 10, 20 zelfs. Ik weet dat niet eens, maar 10, 20 is wel heel weinig. Ja, dat scheelt wel veel dan, ja. Ja. Dan moet je dus wel echt is altijd... Dat is ook een beetje wat je ermee wil doen. Wat zie jij de batterij hier op je display? Ja. Dat volgens mij kan er nog één streepje bij. Ah, oké. Okay. Ja, dat is wel chill dat je dat sowieso kan zien. Ja, want ja je hebt ook soms, net zoals die elektrische boards die ik heb waar je op staat, kan je niet zien hoeveel procent die is. Nee. Super raar, wie maakt nou iets zodat je niet kan zien hoeveel die procent is. En dan is het in één keer, oh hij is leeg en dan sta je ergens. Ja, en dat ding is niet te tillen, want die elektrische dingen zijn allemaal super leuk. Alleen als ze stilstaat ergens, dan ben je de sjaak, want die dingen zijn knijterzwaar. Ook met fiets, sowieso mensen die dat herkennen. Als je een elektrische fiets hebt, die is leeg en je moet ermee fietsen, dat voelt of je 5 bakstenen in je zak hebt en ja. Ah, dat is echt niet best. En het is precies hetzelfde, dat is sowieso een voor- en een nadeel. Het nadeel van die van jou is, hij is veel makkelijker mee te nemen. Hij is klein, compact. Voordeel dus. Ja, voordeel. Ja. Kleine wieletjes. Echt een voordeel. Je kan hem heel klein vouwen. Die van mij kan je ook klein vouwen. Alleen die accu is al 3 keer zo dik. Misschien 4 keer. Ja. En ja, hij heeft die schokbrekers. Hij heeft veel meer gewicht. Dus ja, vast ja, dat maakt hem ook wel weer leuker voor stuntjes. Snelheid is beter. Dat wel, ja. Want dus ik kan. Dat is echt wat je wil, dus eigenlijk. En hier dus duidelijk op een rijtje wat het verschil is tussen mijn step en die van Enzo. Nou, het is wel duidelijk. Hij is dus een stuk sneller, maar het kost ook veel langer om hem op te laden. Ik kan wel even een sprongetje laten zien. Die we net hebben gemaakt met mijn step bij het park. Dat kan je wel met die step en niet met die van jou. Want dan gaat hij denk ik doormidden. Dan ben je bang dat hij doormidden gaat. Dus ja. Goeie, dat gaan we even nog doen dan. Nu moet jij het laten zien. Wow, gek! Oh, joh! Ja. Oh. Dames en heren, dit was dan weer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden samen met Enzo op de step. Het was super vet. Laat een blauw duimpje omhoog achter als je het nog niet hebt gedaan. Abonneer hier beneden, vergeet dat niet. En binnenkort komt weer een nieuwe Wish video aan. We hebben weer heel veel vets besteld. Dus, ik zie jullie snel weer. Mijn nieuwe video.